hele goede morgen. Hier ben ik weer met een nieuwe video. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag ga ik langs de school in Zeeland. Maar voordat we dat gaan doen, ben ik nu eerst onderweg naar het stadion. Omdat ik daar een verrassing moet halen. Ik kan natuurlijk niet met lege handen aankomen, dus ik heb even dit opgehaald. Ik ga namens Excelsior Barendrecht Vrouwen langs een basisschool. Hier ga ik met de kinderen het denkgewoonte bespreken. Namelijk doorzetten om je doelen te behalen. Nogmaals proberen als het daar één keer niet lukt. En dat opgeven geen optie is totdat je hebt bereikt wat je wenst te bereiken. Daarna even tijd voor een fotomomentje en tenslotte nog even een balletje trappen met de kids. Ik heb er echt super veel zin in. Ik zal beginnen met mezelf voor te stellen. Ik ben Solange, ik ben 23 jaar oud en ik speel dit seizoen bij Excelsior Barendrecht Vrouwen. Op het hoogste niveau te komen heb ik daarvoor heel veel moeten laten en eigenlijk ook vaak moeten doorzetten, omdat het gaat gewoon niet in één keer. Onwijs bedankt voor jullie gastvrijheid. Ik heb het echt onwijs naar mijn zin gehad. Ik vond het leuk om te doen. Denk je ook echt dat mijn informatie een positieve invloed heeft gehad op de kinderen? Nou, dat weet ik wel zeker. Jullie hebben toch een soortje voorbeeldfunctie, zeker naar kinderen toe. Wij spelen 22 december thuis tegen ADO Vrouwen in het stadion van Excelsior. En bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd. We willen jullie wel eens een heel hard applaus geven. Leuk om te zien hoe enthousiast die kinderen waren dat ik kwam en toen ik er was ook. Ze hadden heel veel leuke vragen, daar hebben ze allemaal ook een antwoord op kunnen krijgen. Fotomomentje gehad, wat handtekeningen uitgedeeld en nu weer de volle focus op de training van zometeen.